Verscholen in het Limburgs bronsgroen eikenhout ligt Neerpelt. Een gezellige, gastvrije, sympathieke gemeente waar het over het algemeen rustig vertoeven is. Maar tijdens het eerste weekend van Meiland transformeert Neerpelt in het cultureel Walhalla van het Noorden. Want dan stromen er duizenden jonge muzikanten toe voor het Europese Muziekfestival van de Jeugd. 63ste ondertussen al. Dat wil zeggen dat er dit weekend hier geblazen, gestreken, getrommeld en getokkeld wordt. Dat het een lieve lust is. En zoals u kan zien, kan al dat jong muzikaal geweld op heel veel interesse rekenen. Maar we beginnen bij het begin. Where should I start? It's so special. It's I've been around a lot in different parts, and being able to be on festivals and different all from organizations and competitions and everything. But this is that there's so many people here. There's 3,500 young musicians. First of all, young musicians, that they actually get so many young musicians. That's fantastic. Second of all, that everyone is doing this voluntarily. It's been going on for 63 years. I don't know. The first time I came here, I got really mind blown by the whole happening. We entered this huge gymnastics hall. I was like, okay, yeah, we're going to be there, you know. And then you see this like screens and video and cameraman running. It felt like, I don't know, Eurovision Song Contest or something really huge and very, very professional. So everything is so super professional and fantastically arranged. And you really feel special. Kunnen de groepen zich inschrijven om deel te nemen aan verschillende workshops. What I'm going to do today is just, it's not about how loud you can play or how fast you can play, but I'm going to show them the potential of each of the percussion instruments. And once they know the potential, then I'm going to show them how to improvise and make that potential into some kind of a musical experience for them. They're at the beginning of their career. Now, many won't go into music, many will go into music, but the experience that you receive as a musician is very good for other disciplines. The discipline that you need to play an instrument is the same discipline you need to be successful in, say, an accountant, or a lawyer, or a doctor. So they're all kind of connected, but music seems to be the groundwork for many of those disciplines. Working with music, it gives joy. And why does it give joy? Because I think we're creating something. We're making something from nothing. You start first, they don't know me, I don't know them. And then suddenly something grows. And I really feel that the joy that you get energy from this, from all the musicians, and I can give them energy. As you get energy, you give energy. And that's how orchestras is working. I want to see music as a gift, something that can make you cry, something that can make you laugh, something that can help you in many, many different ways. Oh.
So the workshop this morning is to make them aware of the instruments. But what we're going to do as a jury member, we're looking for their musical experience, how well they phrase, how well the conductor and the students work together, the ensemble. It's the result of them knowing their instrument. Now they're going to show us how they can make those instruments sound musical. Al 62 jaar lang kan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd rekenen op een gerenommeerde internationale jury. En ook tijdens dit 63ste EMJ is dat niet anders. Tijdens het hele festivalweekend zullen meer dan 30 juryleden aandachtig en nauwgezet luisteren naar de performances van onze deelnemers. En achteraf spreken zij daar een oordeel over uit. Dat oordeel is zeer waardevol voor alle groepen, want niet alleen krijgen zij een puntenscore toebedeeld, nee, ze krijgen ook een uitgebreid juryrapport waarin staat wat er nu al super was en wat er naar volgende keer toe misschien net iets beter kan, zodat ze ook naar hun volgende EMJ-deelname toe zeker gemotiveerd aan de slag gaan. I think the most important thing really is that the children or students, whoever they are, come on and look as though they're enjoying what they are doing, that they are making music together and doing it to the best of their ability. Because they're not necessarily going to be wonderful musicians, professional musicians, but everybody should have the love of music. Music is a happy thing and it needs to convey things to people, good things to people. Therefore, it needs to be done properly. Ik vind het altijd heel plezierig dat eigenlijk de muziek, en vooral de klassieke muziek die dan gespeeld wordt, toch nog bij de jeugd aanwezig is en vooral dat er vreugde wordt uitgestraald om die muziek te spelen. Como primero, pero con mi sensibilidad, es la, la felicidad que exprime la música, porque la felicidad propone una tranquilidad en la ejecución y por lo tanto se puede trabajar mejor cosa sobre la técnica y sobre la expresividad, los estilos y todo. Yo creo que es difícil buscar en los grupos mayores tan felicidad y tan una luz en los ojos como yo he mirado en muchas veces aquí o en los otros grupos juveniles. Yo estoy encantado porque en estos grupos juveniles se puede mirar el futuro de la, no solo de este grupo, sino el futuro de la evolución musical en esta Europa. Well, I'm on a mission. I'm looking, always looking for groups that have some subtlety, something quiet, something beautiful, something sensitive. So many groups, because they want to entertain and because they want to make things fun for their children, they play loud, they play fast, they play, you know, what we would call enjoyable music. But I enjoy the things that get to the heart. So this is what I'm always looking for, is for them to find something in the music
that really pulls at my heart. I suppose that the main thing for me is the, I would say, something that is in between of the music and performer. So what lies in his inner senses. For me, soul of the performer is more important than, you know, the cover of the soul, I would say it like this. So that's what I would look for. Voor mij is het belangrijk dat het programma origineel is wat de mensen doen. Dus daar ga ik absoluut op letten. Ook vanuit de herkomst gezien, van hun eigen cultuur, hoe dat ze een programma gaan benadrukken. En misschien originaliteit in bezettingen of ja. Dus eigenlijk best wel de originaliteit en de manier waarop dat ze het neerzetten. Well, the important thing is always not to compare to other groups. So what they do will be different to other groups. So just looking at what they do in their own terms and looking for things that we like, want to be encouraging, maybe things we can help them with, give them advice, how they could improve. Anything is possible with the right kind of help. And so if you can point them in the right direction, which we try to do with our remarks, then that is the way forward. Je kunt niet dezelfde criteria hanteren als dat je dat voor professionals doet of voor conservatoriumorkesten. Maar voor mij is het al fantastisch dat ze er hun best voor doen. We hebben een aantal parameters op zo'n juryrapport die we overlopen. Ik denk dat elk jurylid een beetje voorliefde heeft voor een bepaalde parameters belangrijker te vinden. Voor mezelf vandaag was het wel de speelvreugde, techniek, intonatie, gelijkheid van de noten. Soms let je ook op de dirigent, maar eigenlijk mag je dat niet altijd doen. Thank you.
Mensen met zoveel verschillende achtergronden, nationaliteiten, gewoontes, van dat bij elkaar te brengen in een sfeer van vriendschap, een grote samenhorigheid. And they love being here because everybody looks after them so well. And it is a great musical experience, yes, absolutely. Maar inderdaad, het is een unieke sfeer en vooral een unieke gebeurtenis. Dat men dat jaar in, jaar uit, iedere keer opnieuw realiseert. En het staat werkelijk als een huis, elk jaar opnieuw. Para mí es una atmósfera que es muy, muy rara, sino única. De tomar en todos los otros festivales europeos o los otros en el mundo. Telkens als ik op dit festival kom, dan weet ik dat de wereld nog een toekomst heeft. This is one of the best organized festivals I've ever attended, and I've been to many. The focus here is on the young player, and they have created an atmosphere for these young students to do something at this young age that they will remember forever during their career. Als je weet dat onze gemeente 17.000 inwoners telt en er op een weekend als dit meer dan 3.000, bijna 4.000 jonge mensen neerstrijken hier in Neerpelt, wel, dat is 25% van onze bevolking die vergroot wordt. En het is niet alleen op dat vlak natuurlijk. Er zijn heel veel mensen betrokken bij het festival. 600 vrijwilligers, alleen dat al, is enorm. En tegelijkertijd ook heel veel andere mensen, gastgezinnen, noem maar op. Iedereen is op een of andere manier wel van dichtbij of van veraf betrokken bij het festival. Want aan inhoud, aan content, aan programma ontbreekt het festival niet. Denk niet dat het festival, zoals gezegd, spectaculairder moet worden of veel andere dingen moet gaan doen. Het is van een ongelooflijk rijke inhoud. Het is alleen kwestie om dat inderdaad aan de mensen kenbaar te maken, elke keer opnieuw. Ze zijn ongelooflijk goed mee, bijvoorbeeld in het verhaal van social media. Op Twitter en op Facebook kan je permanent volgen wat er te doen is de ganse dag door. En ik denk dat we gewoon op die weg moeten blijven doorgaan en blijven communiceren, blijven aan de mensen zeggen wat er hier allemaal aan moois te beleven valt. Bedankt Raf dat je even met ons wilde babbelen en dan denk ik dat het nu tijd is dat wij samen naar de stoet gaan kijken. Valkenborg, schepen van cultuur, jeugd en evenementen. En wie beter dan tijdens een evenement als dit de handen uit de mouwen te steken. Wat maakt dat Neerpelt dit klaarspeelt? Oh, ik denk de vrijwilligers op zich. De mensen die zich dag in dag uit daarvoor inzetten. De mensen die onbezoldigd gewoon hier komen werken. Die hier komen meehelpen, die gasten ontvangen. Die het eten maken, die hier de shows maken. Ik denk als we het ergens anders zouden moeten organiseren, dat het zeer moeilijk zou zijn. Het hart van het festival ligt hier in Neerpelt. We zijn hiermee groot geworden, dit is een deel van ons leven en voilà, ik ben er zeker van dat dit nog 63 jaar gaat duren, na vandaag. Let the show begin.
Welkom op het 63e Europees Muziekfestival voor de Jeugd. Now time for the official proclamation of the prizes. Slagwerkgroep Harmonie EMM, Kranendonk Budol, Nederland. First prize, summa cum laude. Fugues Home Quartet, Manchester, United Kingdom. First prize, summa cum laude. Het Nico Harmonie Orkest, Neerpelt, België. First prize, cum laude! Ik ben nog maar 3 jaar voorzitter, dus nog vrij jong eigenlijk, maar ik ben wel al 34 jaar actief met het festival. En we hebben de laatste 10 jaar eigenlijk heel hard gewerkt aan eigenlijk een trendbreuk, een vernieuwing. Doen wat de jeugd belangrijk vindt, internet, muziek, fun, plezier enzovoort. Wat ik nog wil bereiken in de toekomst? Wel, we willen een belevenisfestival zijn, we willen veel mensen samenbrengen, veel nationaliteiten, veel culturen. En in 2018 willen we een poging wagen om van alle continenten in de wereld mensen bij elkaar te brengen. Ik denk in de eerste plaats, Neerpelt is bekend om een muziekfestival te zijn. Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik dat wij een belevenisfestival zijn. We willen absoluut meer doen dan muziek alleen op een podium brengen, mensen voor een jury brengen. Maar we willen eigenlijk een hele beleving aanbieden, zodat zij naar huis gaan met een geweldige ervaring, waar ze 20 jaar later nog over nadenken.
Wel, ik wil natuurlijk gewoon de sfeer mee naar huis nemen. Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat ze beseffen wat je met muziek kan bereiken. En dat het ellenlang repeteren, dat het echt wel loont op latere leeftijd. Want uit muziek valt enorm veel te halen. You know you're cool. We hope you've had a wonderful time, and we hope to see you here again in Neerpelt. Goodbye. Bye.